Elk jaar wordt de tijd geregistreerd van renners van de Spieren voor Spieren Cityrun. De renners kunnen na de loop specifieke beelden van hunzelf opvragen. Hoe zit dat? Ik sta hier bij MySports om vandaag meer te weten te komen over de tijdsregistratie van de Spieren voor Spieren Cityrun. Hey Inge, hey, leuk dat je er bent. Dankjewel. Kom verder. Tijdswaarneming bij een hardloopwedstrijd is natuurlijk heel belangrijk en dat is wat jullie gaan doen. Ja, klopt. 21 april is het weer zover. De Spieren voor Spieren Cityrun gaat weer plaatsvinden. Wij gaan daar inderdaad de tijdsregistratie voor verzorgen en ook de videoregistratie. En hoe werkt dat? Mensen lopen dus met een tijdregistratiechip, die heb ik hier ook in mijn handen. Zodra die over de mat heen loopt, wordt de tijd geregistreerd. En dat bestand, die tijdregistratie, die koppelen we eigenlijk met de tijden op de video. Daar doen we ongeveer 4 tot 5 camera's zetten wij per punt in. Nou, als je dat doet op meerdere punten en met meerdere camera's, dan krijg je een persoonlijke story van jouw spier voor spier zitting. Als je dan over een mat loopt, dan word je gefilmd. Maar ja. Hoe zit dat dan precies? Nou, de matten liggen op het parcours uiteraard. En bij die matten zetten wij statieven neer met camera's erop. En als wij weten hoe laat jij op welk punt bent geweest en we koppelen dat met een videotijd, dan weet ik dat jij zeker weet op die video staat. Je hebt natuurlijk die matten waar je dan overheen loopt. Er zit een chipje dan in je loopnummer. Maar dat moet ergens van die mat naar een computer. Hoe zit dat? Nou, die matten liggen inderdaad op de weg. De chip zit achterop jouw startnummer. Mm-hmm. En dat is aangesloten aan een kastje. Dat staat langs de route. Uiteraard niet op de route, dan zou je er overheen kunnen vallen. Maar langs de route staat dat kastje. Dat wordt allemaal opgeslagen. En via het internet wordt dat direct naar een persoon gestuurd die bij de finish zit. En die maakt jouw uitslag op. In de uitslagenlijst van vorig jaar zag ik bruto tijden staan en netto tijden. Wat is het verschil? Nou, het bruto tijd bepaalt eigenlijk de plek op de ranglijst. Dus als je echt goed bent en je gaat voor de medailles, dan moet je zorgen dat je vooraan start. Dat je dus in het eerste startvak staat. En de netto tijd is eigenlijk je persoonlijke record wat je hebt gelopen. En je bruto tijd is dus de tijd die dan wordt gemeten vanaf het startschot. En je netto tijd, hoe zit dat dan? Ja, de bruto tijd wordt gemeten vanaf het startschot inderdaad. En je netto tijd wordt gemeten wanneer je het startmat passeert.